Walter heeft een bankcontact nog niet gezien. Ah, hier. Een bankcontact. Ah, voilà. Je hebt dus hier een andere kaartlezer nodig. Ja. Je hebt dus die toetsjes, dat scherm, en dan een documentfeeder. Maar kijk, dat is hier. Die kast zou pas keer dat we. Ah, maar om de Jew, Sylvie. Als ze het hier komt, zeg. Oei. What's up, Freddy? Ah, voilà. Het is hem. Het is hem. Het is hem, ja, het is de echte, originele biercontact. Ik vind er geen andere buiten dan deze. Ja, ja. Nee, want... De rest zijn allemaal gesmolten, hè. Comme je l'ai vu, on l'a tiré, et il est avec nous depuis... plus que 10 ans, maintenant. Ik ben er mee Japan op tv, wist je. Ja, ik had de bierde daar mee. En dan wordt dat als een verrassing gehouden, hè. Ja, ja. Ça va plus? Comme ça. Ah, maar ik een kleek aan, hè. Oui. Ah, oui. Hé, hey, là. Va boire son pays, hè. Ik kan hem nog werken? Alles staat erin, maar... Het is veel kans dat het niet meer marcheert. Hè. Het is dat die moet eruit. Die moet vervangen worden. Ja. Ja. Daar is het. Hier, goh, de printer en alles ook zo. Ah, ben voilà. Et voilà. De software. C'est pas vrai. Biercontact, dat was een update. Nee, ja, dat was eigenlijk Windows 7 van de biercontact. Dat was de allerlaatste keer, ja. Ja, ja. Was de laatste release, hè? Ja. Kijk, het staat erop. Versie V07. Ja, Windows 7, hè? Ja. Misschien moesten we hem opstarten dat hij nog werkt, hè? Dat was dus de harde schijf van het systeem. Ja. De grote floppy. Ja. De biljetten kwamen niet uit. Maar dat was hier een kast die voorzien was om geld te deponeren. En als we die in een biercontact gemaakt hebben, hebben we dat... een klein beetje die sturing gewijzigd. Als de code juist was, ging dat verder open en kwam dus die in tap vrij. Eén glas per code. En het was het. En dan sloeg dat af, ging dat eruit dicht. Het was gewoon juist, hè? Ja. We hebben een heel vat moeten testen, hè, Is que tu connais toute l'histoire de ce bancontact? Tu te souviens de notre terroriste belge, avec CCC? Et celui-ci, c'était le bancontact du KBC de Louvain. Et les CCC ont donc fait exploser le bancontact. Mais il était sur la rue, il était bon, bah. Et puis ils ont repris, ils l'ont mis dans le magasin. Et quand j'avais eu l'idée de faire un bancontact, Gilbert Gazon m'a dit, mais on a encore une qui est là. Ah, oui. C'est donc grâce au CCC. Dat filmpje die op YouTube staat, dat is wel de allerlaatste keer. Dat dateert van 1 mei of 2 mei 1989. Ze zijn van de Limburg tot bij zijn gekomen. Allee, tot... Mosselcontact. Ja. Is dat een echte kaart? Dat waren kaarten met magneetstrip. Maar nu is dat allemaal met... een chip. Met een chip. En we gaan hem nog proberen. Hier. Oh, het is al open. Kijk, tu vois. Oeps. Ah, ben voilà, tu là. Oui. Qu'est-ce que t'as fait? Rien. Et c'est la première fois que tu découvres ça. Ah oui. Nu zou het moeten lukken. Voilà. Of waar gaat die even? Wat? Dus ik heb de leren, gewoon een keer zien hoe dat hem eruit ziet. Ah, toe, hè. Je is al toe, hè. Ah, maar is nog niet volledig. Ah, wel, hier staat er nog bier. Dat hebben we ook niet geweten, hè. La, een trouw van Carle biercontact. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vu. Dat is...
Biercontact. In dezelfde kleur. Ja, dezelfde kleur. Dat is archeologisch erfgoed. Dat is iets kostbaars. Dat zijn hele mooie machines. Dat moeten we koesteren. Het allerliefste had ik er graag twee gehad natuurlijk. De bankcontact en dan nog een keer de biercontact. Ah, jongens. Allee.